Welkom allemaal thuis. Welkom bij deze livestream van het Architectuurcentrum Nijmegen. We gaan het vandaag hebben over de wederombouw van Nijmegen. En om dit te doen hebben we een heel mooi programma voor jullie samengesteld. We beginnen zo meteen met een lezing van architectuurhistoricus Leon van Meijl. Hij toont ons de werelden van de Nijmeegse wederopbouwarchitectuur. Daarnaast hebben we een lezing van architect Frans Ziekler. Hij vertelt ons welke manier erfgoed een rol heeft gespeeld bij de transformatie van het stationsgebied. Of in ieder geval gaat spelen, want het station moet nog getransformeerd worden in Nijmegen. Daarnaast hebben we een wederopbouwquiz voor jullie. Jullie kunnen ook een prijs winnen. Die gaan we jullie straks laten zien. Die komt straks in beeld. En daarnaast gaan we ook nog eens een keer in gesprek over de betekenis van wederopbouwarchitectuur in Nijmegen. En ook vooral welke lessen we uit de wederopbouw kunnen halen. En tot slot, we hebben ook een wederopbouwkaart gemaakt. Samen met Studio Another Day en nog een aantal andere samenwerkingspartners. Daar vertelt mijn collega Pepijn straks meer over. En die gaan we ook presenteren aan het einde van dit programma. Ja, dank je Dave. Even kijken, de aanleiding voor dit programma is dat Nijmegen eigenlijk 75 jaar geleden bevrijd werd. En er dus eigenlijk vanaf ongeveer 45 gebouwd werd aan een nieuw Nijmegen met een nieuwe geest. Eendracht en geloof in de toekomst waren eigenlijk sleutelbegrippen destijds. Het heeft ons heel veel bijzonder erfgoed opgeleverd, soms ondergewaardeerd erfgoed. Maar ook dat erfgoed staat nu onder druk van actuele opgaven en daarom hebben we ons programma Wederombouw genoemd. Hoe gaan we nu met onze wederopbouw om? Hoe zoeken we de balans tussen de historische waarden van die tijd en het vormgeven aan de stad van morgen? En tenslotte zullen we dus onze wederopbouwkaart presenteren waar we het afgelopen half jaar met elkaar heel hard aan gewerkt hebben. Ja. Even kijken. Oh ja, je kunt vanavond ook meepraten met ons als je wilt. Via de chat, dus bij YouTube heb je daarnaast een schermpje en daar kun je gewoon vragen stellen. Doe dat vooral, dan halen wij die vragen binnen op de iPad en dan zullen we die ook aan onze sprekers stellen. Ja, en zoals ik net al zei, beginnen we deze avond met een lezing van architectuurhistoricus Leon van Meijl. Leon schreef het boek De Werelden van Soberheid. Dat boek gaat over de Nijmeegse wederopbouwplan. En Leon gaat zo meteen in zijn presentatie schetsen wat de achtergrond was van de wederopbouwperiode. Dat zal hij even kort doen. Daarnaast gaat hij ook in op een heel interessante casus, de Nijmeegse wijk Jeruzalem. Hij gaat vertellen hoe je ook op een vrij radicale manier kan omgaan met wederopbouwarchitectuur. En als we Leon zo meteen mogen geloven, en ik denk dat hij dat wel gaat stellen zo meteen, moeten we niet alleen naar de stenen kijken als we omgaan met wederopbouwarchitectuur. Maar transformeren kan ook bijvoorbeeld op een conceptuele manier. Leon, ik denk wel dat jij daar ons een heel mooi verhaal over kan vertellen. Ik geef graag het woord aan jou en neem plaats op het podium en verras ons met je mooie presentatie. Ja, hallo, ik ben Leon van Meijl inderdaad, architectuurhistoricus. En ik ga vooral iets vertellen over het buurtje Jeruzalem in in Nijmegen, Heezeveld. En misschien is het goed om vooraf al meteen even te zeggen dat wat mijn betrokkenheid daarbij is. En die is namelijk dat ik een zitting had vanuit mijn discipline in een door Thales in het leven geroepen kwaliteitsteam. Dat verder bestond uit een bewoner en nog een architect en een socioloog. Onder voorzitterschap van Ben van Vuurden. Met als centrale vraag om Thales daarbij te helpen na te denken en te brainstormen over hoe kun je dit buurtje transformeren, maar op een manier dat de stedenbouwkundige opzet en de architectonische karakteristiek, zoals dat buurtje dat had, waarbij je die zeg maar zoveel mogelijk respecteert. Dus vanuit die hoedanigheid vertel ik dit verhaal. En inderdaad zag ik ook toen mijn lezing aangekondigd werd op de website, dat daar ook bij stond dat ik eruit zou wijden over de toonbeelden in de stad. Daar kan ik met gemak een hele avond over vertellen. Dus dat gaan we niet doen. En omdat ik 20 minuten heb en die tijd is me heel kostbaar, ga ik zo meteen vooral iets vertellen, toch over Jeruzalem. Maar wie meer wil weten over het verhaal van de wederopbouw in Nijmegen en de bijzondere toonbeelden die dat heeft opgeleverd, wil ik kortheidshalve
verwijzen naar deze publicaties en rapporten die ik in de afgelopen 25 jaar heb geschreven. En bijvoorbeeld die toonbeelden in de binnenstad, die kun je inderdaad allemaal heel mooi bekijken en daarover lezen in het boekje De Wilde van de Soberheid. Het verhaal over de naoorlogse woonwijken met als heel bijzonder toonbeeld de Afrika- en Bouwmeesterbuurt. Daar is ook een boekje over geschreven, Herwonnen Schoonheid. Meer de stedenbouwkundige context van Nijmegen in die periode en ook hoe zich dat verhoudt tot 8 andere steden in het Duits-Nederlandse grensgebied. Daar is onlangs een boek over verschenen. Verder zijn er in opdracht van de gemeente allerlei rapporten gemaakt over kerken, over de universiteitscampus, scholen, beeldende kunst. Die rapporten en die boeken die zijn allemaal toegankelijk. Dus ik zou vooral zeggen, grasduin er een keer in en lees het en loop vervolgens op een andere manier door de stad. Ik wilde het dus vooral hebben over Jeruzalem. En dan daarom toch eerst even uitzoomen, want het woord wederopbouw is al een paar keer gevallen. Maar wat is het eigenlijk? Want wederopbouw is een tamelijk rekbaar begrip. Hè. Je kunt het hebben over de feitelijke wederopbouw, dus herstel van dat wat verwoest was. Dan hebben we het hier natuurlijk vooral over de binnenstad, die in de jaren 40 en 50 is herbouwd. Maar op deze twee kaarten kun je ook heel mooi zien, met links de situatie omstreeks 1940... en rechts de situatie omstreeks 1970, dat eigenlijk in een vrij kort tijdsbestek van 25 jaar die stad is geëxplodeerd en dat er heel veel is bijgebouwd. Dus wederopbouw gaat ook over de woningbouwopgave in diezelfde periode en ook het realiseren van nieuwe werkgebieden aan het kanaal en de haven of bij Winkelsteeg, maar natuurlijk ook de universiteitscampus waar heel veel mensen hun werk vonden. Dus je ziet eigenlijk dat die stad in een heel kort tijdsbestek enorm is uitgebreid. En dat in Nederland in die periode bijna net zoveel nieuwe woningen zijn gebouwd als die er in 1940 bij elkaar al stonden. En ik denk als je deze twee kaarten met elkaar vergelijkt, dat dat voor Nijmegen ongetwijfeld ook het geval is. Als je dan inzoomt en kijkt naar waar Heezeveld ligt, is dat in het stadsdeel Nijmegen-West. En wat heel typisch is voor die Nijmeegse wederopbouw in die periode en het uitbreiden van de stad, is dat men dat deed in overzichtelijke, behapbare brokken. Waarbij de parochie-eenheid met een kerk in het midden natuurlijk een belangrijk gegeven was. En zo is daar aan gebouwd. Dus in het stadsdeel West had je Oud-West, voor een groot deel voor oorlogs en dat werd afgebouwd. Het dorp Hees, dat moest zeg maar, als een dorpse entiteit herkenbaar blijven. En vooral hier Nieuw-West was dan een nieuw toegevoegde wijk met daarin Heezeveld. Heel karakteristiek, gegroepeerd rondom assenkruis van hoofdwegen. De Molenweg met de Paul Krugerstraat. Haaks erop het tracé van de Danielsweg. En die is gestippeld deze kant op en gestippeld die kant op. Want dat was een weg die eigenlijk een soort van rondweg had moeten worden. Hè. Hier aansluitend op de Slotenmaker de Bruïneweg. En hier aansluitend op de Energieweg, maar dat is nooit gerealiseerd. Dus dat brede tracé wat je daar ziet, is wel zo verklaarbaar. En aan die kruising van belangrijke wegen, daar lagen natuurlijk de winkels en de kerk, de Danielskerk. Maar wat heel typisch is voor Nijmegen, is dat ze in die tijd, jaren 40, jaren 50, ervoor zorgden dat al die wijken niet één uniforme brei van allemaal dezelfde woningbouw zou worden. Maar de gemeente Nijmegen koos ervoor dat elke wijk minimaal 3-4 buurten kreeg. Die werden toebedeeld aan verschillende initiatiefnemers, woningbouwcorporaties. En die hadden allemaal ook hun eigen architect. En dat zorgde ervoor dat elke wijk minimaal 3-4 heel verschillendsoortige buurtjes kreeg. Waardoor iedereen in zijn eigen sfeer kon wonen. En kon zeggen van ja, ik woon in dat buurtje met die betonnen gevels, of ik woon in dat buurtje met die wit geschilderde huizen, of zoals hier in de planetenbuurt, in dat buurtje met dat overdadige groen aansluitend op het park. Dat is typisch iets voor Nijmegen, dat zie je terug in de Hatertse Hei, in Grootstal, in Haters, overal is dat toegepast. Nou ja, wat bouwde men het liefste? Dat waren natuurlijk van dit soort traditionele bakstenen eengezinswoningen en traditionele bouwtechniek, vooral natuurlijk voor kinderrijke gezinnen. Dus deze woning bijvoorbeeld in de Afrika-buurt
Dat was voor een gezin met 8 kinderen. Dus dat kun je je bijna niet voorstellen. Het zijn vrij kleine woningen, maar voor een groot gezin. Maar toen, zeker rond 1950, was dit een soort van ideaal. Maar ook een moeilijk te realiseren ideaal. Want er was gebrek aan geld, er was gebrek aan traditionele bouwmaterialen. Er was ook gebrek aan goed geschoolde bouwvakkers. Dus men moest heel inventief het op een andere toer gooien. Hè. Dus het moest op een andere manier en er werd heel vernieuwend nagedacht. En een van die voorbeelden is dan die foto linksboven met die Maycrete woningen. Betonnen, semi-permanente woningen die gebouwd zijn tussen de Hatertseweg en het Goffertpark. Semi-permanent, je zou denken dat is echt iets van decennia terug, maar ik las vandaag in de krant dat Nijmegen nu 500 semi-permanente woningen in de Winkelsteeg gaat bouwen om aan de grote woningnood tegemoet te komen. Dus het kan verkeren. Iets ander innovatiefs wat je in die tijd ook zag en wat je ook nog steeds kunt herkennen is het fenomeen van de duplexwoningen. Dus dit lijken gewoon rijtjes standaard eengezinswoningen. Maar aan het feit dat hier twee voordeuren naast elkaar zitten, zie je eigenlijk al dat het feitelijk om een beneden- en een bovenwoning gaat. En dat fenomeen werd destijds geïntroduceerd om snel veel gezinnen huisvesting te kunnen bieden en op termijn die woningen weer om te vormen naar een normale eengezinswoning. Maar waar het nu vooral over gaat, is die foto rechtsonder. Het feit dat in die tijd dus nagedacht werd op hoe kun je, als je niet traditioneel kunt bouwen, op een industriële manier ervoor zorgen dat je toch snel veel woningen kunt maken. En het Rijk stimuleerde dat ook. Dus een gemeente die in industriële bouw woningen realiseerde, die kreeg dubbel zoveel bouwcontingent. Dus het was heel interessant voor Nijmegen om met dit soort systemen te gaan bouwen, want dan mocht je dubbel zoveel woningen bouwen in een jaar. Dus de gemeente wilde dat wel, maar de corporaties vonden dat nog moeilijk, want dat was een fenomeen wat ze niet kenden. Dus bij deze woningen in Jeruzalem heeft toen bij hoge uitzondering de gemeente Nijmegen ervoor gekozen om die woningen dan maar zelf te realiseren en ze later over te doen aan Kolping, het huidige Thales. Nou, hier dan wat beelden van wat dat ERI-systeem dan is. Hè. Dus het was een industrieel bouwsysteem. Van oorsprong een Engels bouwsysteem, wat door Nederlandse architecten hier naartoe is gehaald. En wat bestaat uit geprefabriceerde onderdelen in staal en beton, die in de fabriek gemaakt worden. Dus die woning kon helemaal voorbereid worden in de fabriek. En dan kon die zeg maar, in een hele korte tijd, ook niet noodzakelijkerwijs met geschoolde bouwvakkers, kon die op de bouwplaats in een korte tijd in elkaar gezet worden. Nou, hier zie je dan hoe dat gebeurde met het eindresultaat, waarin je ook heel duidelijk zeg maar, die industriële en die modulaire opbouw van dat bouwsysteem af kunt lezen. En wat is dan zeg maar, de architectonische karakteristiek daarvan? Links zeg maar, de architectuur, hè? Dus dat die industriële prefab modulair-achtig opgezette, ja, een soort van bouwpakket is het eigenlijk. Dat is heel duidelijk afleesbaar in het gevelbeeld. Het geveltegeltje is eigenlijk het standaardmoduul. En alle andere onderdelen, deuren, ramen die daar dan verder in voorkomen, dat zijn allemaal afgeleiden van die kleine moduulmaat. Maar de architect vond dat een beetje karig. En in dit geval was dat Berghoef. Dat was ook iemand van traditionele huizen. Dus die vond dat hij nog wel iets met die architectuur moest doen. En nou ja, hij wilde dus ook per se dat gebouwtje ook, hè, zo'n blokje duidelijk landde op de grond. Dus er moest een duidelijk zichtbare plint komen. Er moest natuurlijk een duidelijke afsluiting aan de bovenkant komen. Dus in de vorm van niet een plat dak, maar toch een iets wat schuin dak met een overstek. En wat hij ook heel belangrijk vond, is dat je niet klatsboom, zeg maar zo, die woning binnenkwam. Maar dat je ook met overgangselementen tussen openbaar en privé, hè, dus een betonnen voetmuurtje, een haagje, een trappetje naar de voordeur, een voordeur die ook extra geaccentueerd wordt. Allemaal intermediaire elementen tussen openbaar en privé. Op een andere manier verrijkte hij dat beeld ook nog, en dat was in de stedenbouw. Dus hier zie je dan dat Jeruzalembuurtje. En dan zie je natuurlijk al wel dat al die blokjes, die staan een beetje geknikt aan de straat. Wat ook een gevarieerd beeld oplevert. Alle zichtlijnen
die lopen dood, zeg maar, op een blokje. Dus het beeld is altijd besloten en intiem. En hij zorgde ervoor dat de zichtlijnen altijd afgesloten werden door een kopgevel. En dat hij die kopgevels ook architectonisch verbijzonderde. Dus zo hier bijvoorbeeld kreeg zo'n kopgevel dan een dubbele schoorsteen. En hier verderop, en wat je hier ook ziet, zo'n kopgevel met een Frans balkon. En dat zie je dus in de hele buurt, overal terug. Allemaal van die zichtlijnen met bijzondere accenten. Nou, dergelijke buurtjes, dit is voor Nijmegen uniek. Hè? We hebben maar één zo'n buurtje in Nijmegen, maar in het land staan er behoorlijk wat. Het was een redelijk succesvol systeem. Er zijn ongeveer 10.000 woningen van gebouwd. Op de linkerkaart zie je dan waar dat ongeveer allemaal in Nederland is gebeurd. En de rood gemarkeerde voorbeelden die zijn inmiddels al gesloopt. En van de overige voorbeelden, daar kun je eigenlijk grosso modo wel van zeggen dat ze allemaal in het verleden, in de vorige eeuw, al wel een keer zeg maar, zijn aangepakt, verbeterd, gerenoveerd. En dat ze meer recentelijk allemaal wat steviger zijn gerenoveerd of dus inderdaad ook gesloopt. En voorbeelden daarvan zijn hier bijvoorbeeld in Eindhoven. Dit is een voorbeeld waar dan eigenlijk volledig nieuwbouw is gerealiseerd, maar wel met een knipoog naar die oorspronkelijke eriewoningen, maar bijvoorbeeld met een veel duidelijker, hogere kap. Hier in Schiedam een voorbeeld waarbij eigenlijk de buitenkant is ingepakt om energetische redenen, hè, om een duurzamere, energiezuiniger woning te krijgen. En hier beneden in Tilburg een voorbeeld, zoals je dat ook in Amsterdam hebt, waarbij juist die voorziening aan de binnenkant is aangebracht, met als groot nadeel dat je een kleinere woning krijgt, maar waarbij je wel de buitenkant intact kunt laten en nou ja, die is wat restauratiever aangepakt. Nou, dat was iets wat Thales aanvankelijk ook als ambitie had. Verduurzamen, maar tegelijkertijd eigenlijk dat authentieke beeld zoveel mogelijk intact laten. Daar heb ik een hele tijd geleden een keer met architect Teke Bouma een studie naar verricht van, maar wat betekent dat nu als je eigenlijk die sfeer en die uitstraling, die architectonische uitstraling, overeind wil houden. Maar je moet het toch, je moet er een schil omheen zetten, want je moet het inpakken om het te verduurzamen. Van wat heb je dan aan opties en aan mogelijkheden? Links het beeld zoals het oorspronkelijk was, linksonder het beeld zoals het er nu eigenlijk nog steeds ook staat. Het is bijvoorbeeld met zo'n dik ingepakte kap aan de bovenkant, ook andere ramen. En dit waren dan vingeroefeningen, die hebben heel veel gemaakt van wat gebeurt er als je een andere gevelplaat gebruikt. Of als je kleur toevoegt, of als je er een dikke stuklaag omheen zet. En dus dan zie je al wel dat je veel dikkere, diepere neggen krijgt. Nou, allemaal oefeningen die ertoe leiden dat uiteindelijk daar toch niet voor gekozen is. Omdat de woningen bleven dan natuurlijk eigenlijk toch best wel klein. En het was een best kostbare ingreep. Waar Thales uiteindelijk dan niet voor koos. En op dat moment kwam eigenlijk ook dit systeem om de hoek kijken. Het principe blokje om. En in essentie bestaat dat principe eruit dat je de woning sloopt, maar de fundering laat staan. En op die fundering in hele korte tijd eigenlijk een nieuwe woning in houtskelet bouwt. Geprefabriceerd ook weer uit de fabriek. Die bouw je in 20 dagen op die oude fundering. Dat systeem heeft allerlei mogelijkheden. Zeg maar, hè. Daar kun je allerlei technische installaties natuurlijk in onderbrengen. Maar er zijn ook heel veel knoppen waar je aan kunt draaien. Ja, dus het biedt ook de mogelijkheid om bewoners allerlei keuzemogelijkheden te bieden. Maar een belangrijk voordeel van die snelle bouw op de bouwplaats is dat bewoners maar 4, 5, 6 weken weg hoeven en dan weer terug kunnen komen. Dus een belangrijk voordeel is dat de sociale cohesie door die snelle omloop intact kan blijven. Het systeem laat ook toe dat je eigenlijk alle mogelijke architectuur toe kunt passen. Dus dat kan in baksteen, dat kan in stuk, dat kan in gevelplaten. Dat zullen we zo meteen dan ook zien. En een belangrijk onderdeel van dit systeem is ook dat het in dit geval ook aardgasvrij is uitgevoerd. Dus daar zit, moet ik even goed nadenken, want dat is niet helemaal my cup of tea, er is natuurlijk goed geïsoleerd, hè, die gevelpanelen zijn goed geïsoleerd. Er zit een warmte-terugwininstallatie in en een zonneboiler met zonnepanelen en collectoren boven op het dak.
Wat deze woningen dus aardgasvrij maakt. En toen zijn er een paar architecten uitgenodigd om zeg maar, met dat systeem iets te maken met die oorspronkelijke doelstelling nog steeds, om die stedenbouwkundige karakteristieken en architectonische karakteristieken zeg maar, zoveel mogelijk te respecteren. En uiteindelijk is dat de architectengroep Gelderland geworden, die hier links dan verbeeldt zeg maar, wat dat oorspronkelijke ERI-systeem was, hè, dus gebaseerd op industriële prefab met die tegel als een soort van kleinste moduulmaat. En zij hebben dat doorvertaald, eigenlijk datzelfde principe opgepakt, maar vanuit dat principe blokje om een hervertaling gegeven. Want in dat principe blokje om is niet zo'n kleine moduulmaat, maar is eigenlijk het hele gevelpaneel van één bouwlaag, dat is eigenlijk het moduul waarin alles is opgebouwd. En daar zijn zij op voort gaan borduren. Ook het het blokje is eigenlijk verder doorvertaald. Hè. Het is wel aan de achterkant allemaal 1,5 meter dieper geworden, dus de woningen zijn ook iets groter geworden. Maar het principe van zo'n benadrukte kap is doorvertaald naar een platte variant, omdat er natuurlijk vanwege die installaties ook allemaal voorzieningen boven op het dak moesten. Nou, eigenlijk zie je hier dan een aantal soortgelijke foto's als die zwart-witte van een paar sheets geleden over dat ERI-systeem. De productie van allerlei elementen in de fabriek bij elkaar gepakt op een vrachtwagen. En dat werd als een bouwpakket naar de bouwplaats vervoerd. En in 20 dagen wordt dan op de oude fundering, maar je ziet dan hier ook dat er een klein stukje 1,5 meter bijgetrokken is, worden die gevelelementen, wordt die hele woning eigenlijk opnieuw opgetrokken. En daarbij is gekozen om eerst een proefblokje te doen, ook om de bewoners eraan te laten wennen, maar ook om zelf ervaring op te doen met dat systeem. En ook te kijken van, nou ja, wat we dan getekend en bedacht hebben van, wat levert dat dan op als je het dan ook gerealiseerd hebt. Dus één zo'n blokje staat nu aan de Vuurdoornstraat, iedereen kan dat gaan bekijken. En nou ja, dan zie je eigenlijk de elementen alweer terug, hè? Dus die verdiepte donkere plint. Op een andere manier, hè, die betonnen look van die gevel, maar dan niet in die kleine maat, maar in de grote maat van een hele bouwlaag. Natuurlijk het petje boven op het dak, hè, die terugliggende plint met dat dakoverstekje, waarvan wij wel nu met z'n allen nog vonden van dat mag nog wel iets geprononceerder, hè, dat mag wel iets meer overstek krijgen. Nou ja, allerlei elementen die heel erg doen denken aan dat beeld en de frisheid die die woningen 70 jaar geleden zeg maar, ook hadden. Hier dan een beeld van hoe dat er over een tijdje uit gaat zien. Hè, want dat proefblokje dat wordt dan volgend jaar door de hele wijk voor alle 214 woningen uitgerold. En dit is dan een soort van straatbeeld wat je krijgt. Waarbij je eigenlijk dus die oude stedenbouwkundige setting als vanzelf weer terugkrijgt. Want je bouwt op de oude fundering. Nou ja, en nogmaals het beeld. Refereert ook heel erg aan dat wat er stond. En dan kom ik eigenlijk tot mijn slotsom van ja, wat vind ik hier interessant aan? En dat is misschien voor iemand die in de erfhoek zit een beetje gek, hè? Want feitelijk, je sloopt alles en je begint opnieuw. Je zou denken, exit, hè? Einde, erfgoed. En toch zitten hier wel een aantal interessante dingen aan. Sowieso vind ik het bijzonder dat er aandacht is voor de historische identiteit, terwijl eigenlijk het hele complex helemaal geen monumentale status heeft. Dus zeg maar, die credits die moet Thales sowieso krijgen. Dat ze heel zorgvuldig met het complex zijn omgegaan, ook al is het geen monument. Een ander belangrijk ding is dus wat ik straks al zei, hè, die sociale cohesie, hè, dat die intact blijft, omdat het systeem ervoor zorgt dat die mensen eigenlijk maar hele korte tijd weg hoeven en vervolgens terug kunnen. Het feit dat het de architecten gelukt is, en dat kun je op dit plaatje ook goed zien, om in die architectuur een beeld op te roepen met diezelfde frisheid en dat innovatieve karakter wat de oudbouw had, maar dan doorvertaald vanuit de eigenheid van dat huidige principe van het blokje om. En misschien eigenlijk nog wel het allerbelangrijkste is dat dat ik het interessant vind en daardoor dus ook verdedigbaar, dat dat principe van op een industriële manier iets maken,
met een soort van modulaire opbouw waarmee je snel kunt bouwen, comfortabele en betaalbare woningen kunt bouwen. Dus eigenlijk dus dat idee, dat concept, dat zeg maar op een soort van ERI 2.0 manier, maar dan nogmaals veel comfortabeler dan destijds, is uitgevoerd. Dat maakt dat ik dit heel interessant vind en dat je zou kunnen zeggen inderdaad van dit is een soort van conceptuele monumentenzorg of erfgoedzorg. En waarom dit ook belangrijk is of interessant is voor het volgende verhaal over het station, is ook dat in de erfgoedzorg dan denken we eigenlijk al heel snel aan stenen en het belang daarvan. En die hebben we natuurlijk bij het station ook. Hè. Er zijn belangrijke onderdelen uit de 19e eeuw van Peters en uit de jaren 50 van Ravenstein, die je graag wilt koesteren. Maar ik denk dat bij het station ook zeg maar, het immateriële aspect belangrijk is. En dat is dan misschien niet zozeer een concept of een idee, maar bij een station gaat het al heel snel over dynamiek en over logistiek en over vervoersstromen, routings. En ook dus dat immateriële aspect lijkt mij ook razend interessant bij het station. Maar daar gaat Frans Ziegler ons iets over vertellen. Dankjewel, Leo. Ja. Ik veronderstel dat de mensen thuis ook applaudisseren, maar dat hoor je niet. Maar dat nemen we even voor lief aan. Voordat we doorgaan naar de presentatie van Frans, wil ik jou graag nog even een korte vraag stellen. Want toen we jou spraken over dit programma, toen had je het erover dat we niet altijd te gefocust moeten zijn op de stenen, maar dat we ook moeten nadenken over meer conceptuele manieren of kijken naar de tijdsgeest van toen, zeg maar. Bijvoorbeeld als we omgaan met erfgoed. Nu heb je ons één casus gepresenteerd die heel interessant dit naar voren brengt. Kun je misschien een algemeen punt destilleren eruit? Van wanneer kies je bijvoorbeeld voor de stenen of wanneer kies je voor de voor het revivalen eigenlijk van de tijdsgeest? Ja. Nou ja, ik denk dat veelal eigenlijk beide altijd zeg maar, relevant en van belang zijn. Maar soms heb je van die projecten waarbij, ik zal maar zeggen, het idee of het concept nog haast interessanter of aardiger is dan de manier waarop het in de stenen is uitgevoerd. En daar vind ik zeg maar, zo'n ERI-complex wel een voorbeeld van. Ik kan, en ik durf het ook te zeggen, in de wetenschap ook, dat er ook voorbeelden elders in het land zijn die zeg maar, wel op een keurige manier zijn gerestaureerd. Hè. Dus dat maakt het ook wel een stuk gemakkelijker. Maar een ander voorbeeld is bijvoorbeeld ook Nagelen in de Noordoostpolder. Hè. Zo'n dorp uit de vroeg naoorlogse periode. Waarbij ook, zeg maar, wat daar heel karakteristiek aan is, is dat toen een groep jonge honden daar zeg maar, de wei ingestuurd werd en werd gezegd van nou, ga maar helemaal los en maak een nieuw dorp van de 20e eeuw. En dus ook dat uitgangspunt van vernieuw maar en ga er op een hele innovatieve manier iets nieuws van maken. Dat maakt dan bijvoorbeeld ook in zo'n project als daar het best wel legitiem is om nu ook op zo'n vernieuwende, innovatieve manier met zo'n erfgoed om te gaan. Ja, dankjewel. Dus het is eigenlijk heel belangrijk om te kijken wat in ieder geval waardevol is, zeg maar. Dus wat we voor nu als waardevol uit zo'n voormalig project kunnen halen. Ja. Elk traject begint altijd met eerst kijken naar wat is het verhaal, wat is erin van belang, hè, van waarde, nogmaals in stenen, maar ook gewoon als idee. En welke betekenis heeft dat nu nog? En hoe kun je dat borgen in een nieuwe situatie of bij een herbestemming of bij een transformatie zoals bij het station? Ja, dankjewel. Oké, mooi. Dat sluit denk ik mooi aan bij onze volgende spreker, Frans Ziegler. Dankjewel voor jouw verhaal, Leon. Frans is architect en oprichter van het Rotterdamse bureau Ziegler Branderhorst. En zij maakte voor het stationsgebied in juni 2020 kwam dat af, het kader ruimtelijke kwaliteit. Even kijken. En dat stationsgebied dat wordt vanzelfsprekend gekenmerkt door die Gordiaanse verkeersknoop van trein, fiets, bus en voetgangers die er allemaal bij elkaar komen en die er op de een of andere manier allemaal ook weer goed uit moeten komen. Het wordt ook gekenmerkt door twee historische tijdlijnen.
De eerste wordt ook dus zometeen toegelicht, maar met name de tweede tijdlijn van de wederopbouwarchitectuur van Siebold van Ravenstein hebben we natuurlijk vanavond aandacht willen geven. Frans vertelt in het plan hoe met het erfgoed van dus Peters, de eerste architect, en Ravenstein wordt omgegaan en hoe het concept wijterbouwen daarin een hoofdrol heeft. Frans, aan jou het woord. Heel erg bedankt. Inderdaad, ik ben Frans Ziegler, inderdaad van Ziegler Brandhorst uit Rotterdam. Wij zijn sinds een jaar betrokken bij Nijmegen, geselecteerd door ProRail en de spoorbouwmeester. Om naar het station te kijken, niet om een plan te maken, maar om kader ruimtelijke kwaliteit te maken. Omdat het zo'n bijzonder station is, maar ook omdat het heel complex is en wat jarenlang verbouwd gaat worden, zijn wij gevraagd om een kader te maken. Daar praat ik over in het tweede deel van mijn presentatie. Ik wilde eerst naar het gebouw zelf gaan kijken en naar de houding die ik eigenlijk ter sprake wil brengen, die je zou kunnen hebben ten opzichte van dit gebouw. Ja, wij zien een vrij donker beeld op dit scherm, maar ik hoop bij jullie thuis dat het wat lichter is. Want het is een prachtige historische foto van hoe het station was toen het in 1953 gebouwd was door Siebold van Ravenstein. Hele bijzondere, vrij uitzonderlijke architect in die periode. Het is wederopbouw, een periode, maar hij heeft een eigen kijk op architectuur. Hij is heel geïnformeerd door allerlei architectuurstromingen, is heel geïnspireerd door Italië, ging bijna elk jaar naar Italië. En zet hier eigenlijk een heel genereus pand neer, bijna 200 meter lang, wat een enorm plein zeg maar omarmt. Het is gemetselde architectuur, het is heel aanraakbaar, heel uitnodigend. Het heeft natuurlijk die prachtige campanile. Dus het heeft een aantal kenmerken die het uniek maken. En daar wil ik eigenlijk op ingaan. Heel veel zal natuurlijk gaan over het entreegedeelte. Dat is niet meer herkenbaar, dat is totaal anders. Er zijn al een aantal verbouwingen geweest, maar daar zal ook het nodige aan gebeuren. Nou, ik begin eigenlijk met dit plaatje uit het kader ruimtelijke kwaliteit, omdat dat geeft eigenlijk meteen het thema van de avond, wederombouw, weer. We hebben het mooi historisch breed gesteld, van je hebt eigenlijk een station van de 19e eeuw van Peters, een hele belangrijke architect aan het eind van die 19e eeuw. Vervolgens na de oorlog, deels reparatie, maar met name een nieuw front door Siebold van Ravenstein. Dat is het 20e eeuwse station. En we zitten nu in de 21e eeuw. En er is een heel programma wat op stapel staat. Dat zal echt een nieuwe laag betekenen voor het station. Dus het leek mij mooi om wederopbouw iets actiever te maken. Het gaat over wederopbouwen, want dan raken we een beetje los van de stijldiscussie. We zijn aan het wederopbouwen, dat deed van Ravenstein. Wederombouwen. En dan komt die wijterbouwen, dat is een term die ik graag gebruik in dit soort discussies. Omdat het refereert aan een Duitse traditie van het met respect doorbouwen aan een monument. En vandaar doorbouwen, het is iets minder poëtisch in het Nederlands. Dat verhaal over wijterbouwen, dat begint wat mij betreft naar een van mijn favoriete referenties van Hans Dulgast in München. Die in precies dezelfde tijd als van Ravenstein de Alte Pinakotheek ging wederopbouwen. En dat deed hij op een hele eigenzinnige manier. Een manier die echt anders was dan de meeste wederopbouwarchitecten. Hij zette eigenlijk het systeem van het neoclassicisme voort. Maar hij maakte daar een veel stillere en introvertere vertaling van. Maar het is een hele subtiele manier van de taal begrijpen, het architectonische idioom begrijpen. En daar eigenlijk op doorbouwen. Nou, op een andere manier doet David Chipperfield met zijn beroemde gebouwen in Berlijn, op het Museuminsel dat. Hij kijkt ook heel goed naar de gebouwen die daar staan. En zet daar eigenlijk een soort van pergola's voor, die prachtig geritmeerd zijn. Die heel erg met de verhoudingen van het gebouw daarachter te maken hebben. Die ook steenachtig zijn, die ook gaan verkleuren, die tijdloos zijn. En die tijdloosheid, dat interesseert me. En dat is iets wat Van Ravenstein heel erg oproept.
Ik wil er ook op wijzen dat er wat mij betreft ook een eigen generatie opstaat op dit moment die dat doorbouwen en dat heel respectvol met monumenten omgaan, maar daar ook subtiel op doorgaat en heel erg samenwerkt met restauratiearchitecten. Ik denk dat dat ook een essentie is. Niet als twee aparte vakgebieden die hun werk naast elkaar zetten, maar juist heel erg met elkaar vermengen. Lakenhal in Leiden en Predik hier in Mechelen. Een bibliotheek en een museum van architecten die ongelooflijk goed geslaagd zijn in zeg maar die herinterpretatie. En eigenlijk het monument er veel sterker uit laten komen door daaraan toe te voegen. Nou, zo is denk ik het Amstelstation zeer interessant om goed naar te gaan kijken als het station Nijmegen aan bod gaat. Dit is een wederopbouwstation van Leupen en in Schelling. En daar heeft Winhof de laatste jaren een verbouwing aan gedaan. Waarbij je eigenlijk ja, heel subtiel ziet wat zij ingegrepen hebben, maar het is echt heel dichtbij een restauratie van de oorspronkelijke situatie. En nou, als je ziet dan de toevoegingen die gedaan zijn, die zijn heel precies geritmeerd eigenlijk op de structuren en de constructies die daar zijn. Nou, een station bestaat nou eenmaal uit constructies en uit ritmes. Dat heeft alles te maken met spoor en spoortechniek natuurlijk. Ja, dus het is een oude traditie in de spoorbouw dat dat die ritmes en die constructies daarin heel erg precies zijn. En dit deel kan ik dan eigenlijk afsluiten met een publicatie die daar heel erg op ingaat, op die houding van hoe je ingrijpt op een gebouw wat veel waarde heeft, wat respect verdient. En dat is Yellow Red. Dat is door Zwitsers ontwikkeld als methode om gebouwen te benaderen vanuit de analyse. En verbouwingen daar ook weer in te analyseren. En dit is een methode die ik eigenlijk heel graag voor Nijmegen, voor het station, eigenlijk zou aanraden. Wat houdt het in? Is dat je eigenlijk heel precies tekent wat je sloopt en wat je daaraan weer vervolgens bijbouwt. Dus geel is dan gesloopt en rood is bijbouwen. Dat klinkt heel simpel, maar door dat heel systematisch te doen als ontwerpmiddel, als ontwerptool, ben je de hele tijd bezig met van hoe interacteer ik in het ontwerp met het gebouw. Goed, dat gezegd hebbende zien we hier de vier fases van het station. Waarbij al gememoreerd is dat de twee eerste fases uitzonderlijke erfgoedkwaliteit zijn. Het eerste plaatje zien we het station van Peters in 1910 is het plaatje, maar het is in 1892 gebouwd. Ongelooflijk mooi monumentaal gebouw. Had bijna iets van het Rijksmuseum. Hè. Het was een leerling van de beroemde Kuipers. Dus in die stijl is het station gemaakt. En we zien daar natuurlijk nog prachtige aspecten van in de Petershal van het station. Daarnaast Van Ravenstein. Uit 1953. Vervolgens is er best wel tragisch eigenlijk al nog tijdens het leven van Van Ravenstein in 1972 zonder zijn bemoeienis een luifel voorgezet door de NS. En vervolgens is het in 2000 nog een keer van een nieuwe luifel voorzien. Goed, ons werk is heel erg gebaseerd op een waardestelling uit 2012 van Steenhuis Meurs. Super inspirerend document. We hebben er echt ontzettend veel aan gehad. Dus zo'n bijzonder gebouw kan eigenlijk niet zonder een heel erg gedegen waardestelling. Ik ga daar nog een paar plaatjes uit laten zien. En daarop baseerden wij dus het kader ruimtelijke kwaliteit. Wat zoals gezegd geen plan is, maar een kader en inspiratiebron voor architecten die hiermee aan de slag gaan. Nou, Peters heb ik al even laten zien en dit is dus de hal die ongelooflijk verrommeld is. Hè. Wat veel schade doet is natuurlijk de OVC-poortjes die midden in de hal staan. Er zou een nieuwe organisatie kunnen komen straks waarbij de poortjes dus achter deze gevel staan. Dan kan het plein weer zeg maar, in ere hersteld worden.
Nou, dat vraagt een restauratieve aanpak. We denken dat het heel belangrijk is dat een architect met een restauratiearchitect samen hier aan het werk gaan. En dit is dan zo'n plaatje wat ik heel erg waardeer uit het document van Steenhuis Muurs. Ze hebben dus de plattegrond van Peters en van Ravenstein over elkaar gelegd. En dan zie je eigenlijk al meteen de interactie tussen de twee. In wit zien we het Peters project, het Peters constructie. Die hebben wij vrij precies aan de binnenzijde, aan de Peterspleinzijde echt uitgetekend om te begrijpen hoe de ritmes en hoe de opbouw daarvan is. Zeker omdat daar natuurlijk straks een grote trapperpartij komt die de nieuwe spoortunnel gaat benaderen. En in zwart op deze tekening zien we het hele plan van Ravenstein met de voorgevel uitgetekend daaronder. Nou, even voor Leon, want die zei van ja, is er echt niks meer gebeurd daarna? Dit is dan de stationsluifel uit 1973. Echt een moeizame periode, ook in de architectuurgeschiedenis. Er zijn absoluut interessante gebouwen gemaakt in de jaren 70. Maar ook heel veel ongevoelige ingrepen op dit soort monumenten. NS was net bezig met zijn eigen branding. Hè? Dus de logo's die kwamen erop. En ja, eigenlijk is het een soort tankstation wat voor het gebouw is gezet. Even om het scherp te stellen. In die waardestelling stonden deze twee uitdagende plaatjes. Hè. Hoe verbind je de wereld van de architect van Ravenstein op een logische wijze op de wereld van Peters? Nou ja, de hal die er nu tussen zit, die beantwoordt die vraag absoluut niet. Maar ook het rechterplaatje is uiterst interessant wat mij betreft. Hier zien we hoe Peters en van Ravenstein bij elkaar komen. En daar is ook echt over nagedacht. We zien twee architectuurstijlen, kun je zeggen, maar toch met elkaar aan de praat, in elkaar overlopend. Dus hier is eigenlijk een heel verhaal te vertellen over erfgoed en over ontwikkeling in de tijd. Dan komt ons masterplan. Dit is een van de kaarten die we getekend hebben, maar die maakt vrij duidelijk dat we een behoorlijk stedenbouwkundige benadering hebben gekozen om vooral oriëntatie, de hele verkeersafwikkeling, de routes naar de stad goed te krijgen. Dat zijn ook de aspecten waar natuurlijk nu heel veel om te doen is. Heel veel geklaag en heel veel onveiligheid. Dus de routes naar de stad zijn daarin duidelijk, maar die komen allemaal samen straks in een nieuwe hal. En dat is echt een andere hal dan dat die nu is. Die moet echt een knooppunt worden van de twee assen naar de stad en een mooie doorloop zijn naar de perrons. Nou, die hallen hebben wij veel discussies over gehad met alle partners. Dit lijken plaatjes van wat het zou kunnen zijn. Het zijn indicaties, studies noemen we ze. Wat daarin duidelijk moet worden is dat we heel erg voorstaan om de Ravensteingevel in zijn breedte en in zijn ritme te herstellen. En dat daar iets voor moet komen te staan die ritmering en die breedte van de gevel eigenlijk moet vieren, moet benadrukken, moet versterken. Dat zou in de hal kunnen en dat zou ook in het nieuwe busstation kunnen. Dus dat is die nieuwe laag waardoorheen je de laag van Ravenstein ziet, de daklijnen weer doorzetten en nou ja, vooral het ritme vieren. Dat zien we ook in dit plaatje waarbij je in die hal zou kunnen staan. Hè. We zitten nog steeds in een soort vrij abstracte architectuur die verrijkt moet worden, die uitgewerkt moet worden. Maar die laat de gevel van Ravenstein weer zien, de ritmering die we precies hebben uitgezocht, komt overeen met de ritmering van de hal. En door de ritmering van Ravenstein heen zien we de ritmes van Peters. Dus de lagen worden als het ware verhelderd en verduidelijkt. En daar ligt op de focus. Maar ook de oriëntatie van de bezoeker. En draaien we ons om en komen we uit het station, dan kijken we door de Van Ravensteingevel heen. En dan zien we die
oriëntatie op de stad, waarbij het panorama breed moet zijn, waarbij je heel veel groen in beeld moet krijgen. De silhouet van de stad is zichtbaar. Hier is een hele dynamiek van reizigersstromen natuurlijk nog in uit te werken. En het laatste plaatje, want dat vind ik ook toch heel erg belangrijk, dat die gevel, wat hem zo ook bijzonder maakt, is dat hij die arm heeft helemaal naar dat Mercure Hotel, een heel breed stationsplein maakt, dat die ook echt weer zijn werk gaat doen en zijn functie heeft als een omarming van het tweede busstation wat er komt. Ik vond het toch ook wel even leuk te vertellen dat we Peters gaan eren. En dat gaat ook echt gebeuren. Dat gaat veel sneller nog, omdat het te maken heeft met de nieuwe westkant en de opdrachten die nu al verstrekt worden. Het wachthuisje op het perron 2-3 staat totaal in de weg van de nieuwe afwikkeling van de perrons. Die gaat opgepakt worden en verplaatst worden op het perron. En daarmee zou het dus een veel betere positie kunnen krijgen, zou het een publieke functie kunnen krijgen. En we denken dat het ook een eerbetoon kan zijn aan het erfgoed van Peters. Nog een aspect aan de perrons. En dit is dus niet meer het wederopbouwen, maar het Petersdeel van het station. Daar moeten nieuwe perronkappen in komen. Er worden ook stukken perronkap afgebroken, omdat er een klein stuk van het perron afgaat. Daar ga ik nu even niet op in. Maar wat mooi is dat architect Winhof, die nu geselecteerd is voor de westzijde, daar een hergebruik verhaal in heeft gebracht. Een heel nieuw verhaal over hoe je eigenlijk die perronkappen opgebouwd zijn uit onderdelen. En waarbij de nieuwe perronkappen daarmee gemaakt kunnen worden. Dus dit vind ik heel hoopvol, omdat hier eigenlijk twee thema's die heel erg bij het station horen gecombineerd gaan worden. Een respect voor het erfgoed en een hergebruik en een duurzaamheidsambitie. Ik sluit af met dit prachtige beeld van de stuwwallen in deze omgeving. Want wat we natuurlijk allemaal weten is het station ligt op zo'n stuwwal of zo'n spoelwaaier stuwwal. Als je aan de achterkant van het station uitkomt, dan zien we hier enorme hoogteverschillen. Dus straks zul je uit de tunnel komen en in een positie zijn dat je eigenlijk op de tunnelweg kijkt vanuit de hoogte. Dus dat is heel bijzonder, omdat je echt heel erg af gaat dalen daar naar die tunnelweglocatie. Ook een mooi thema voor dit station, wat het heel specifiek maakt. Dit was eigenlijk de belangrijkste tekening van ons kader ruimtelijke kwaliteit. We hebben het vanavond vooral gehad over het voorste deel van Van Ravenstein uiteraard. Maar al die thema's werken door en uiteindelijk moet het natuurlijk ook één station worden. Dus het esthetische architectuurthema, wat Van Ravenstein en Peters zo krachtig hebben neergezet, dat zouden we eigenlijk heel graag zien in de volledige breedte van het hele station. Bedankt. Ja, dankjewel Frans. Even kijken, we gaan zo meteen naar onze quiz. Maar tot die tijd nog even een vraag aan jou. Je zei, de opdrachten worden nu al verstrekt, maar wanneer gaan wij er iets van merken? Jullie gaan op allerlei manieren zeker betrokken worden. Dit kader is vastgesteld door de raad, mm-hmm. de gemeenteraad. Daarmee is het openbaar. Dus er zijn gesprekken geweest met het Heemschut, omdat het natuurlijk een aantal zaken van erfgoed van belang zijn. En daar zijn we mee in gesprek. Ik verwacht dat op het moment dat er echt ontwerpen komen voor de westzijde, dat is de eerste opdracht die komt, plus het perron, dat breed gecommuniceerd wordt. Maar daar moeten jullie de gemeente zelf voor benaderen. Ja, nee, het gaat eigenlijk niet om ons per se, maar meer de Nijmegenaar. Wanneer gaan wij iets merken van de verbouw van het station? Wanneer kun je iets verwachten van de echte bouwactiviteit? Heb je daar zicht op of nog helemaal niet?
Er komen extra sporen bij, er komen extra perrons bij. Mm-hmm. En dat zal in de tijd van nu tot 23 al zichtbaar gaan worden. Ja. Oké, dankjewel. We praten straks verder. Verdiepend over deze twee eerste lezingen. Maar we gaan nu eerst even naar een wederopbouwquiz. En ik geef Dave even het woord in het schakelmoment. Ja, we hebben even, ook als een leuke intermezzo, hebben we een quiz bedacht. Verschijnt als het goed is zometeen in beeld. Maar jullie kunnen deelnemen aan de quiz door te gaan naar kahoot.it. Ah, kijk, daar is het. Jullie zien een pincode staan, die gebruiken jullie om in te loggen. Jullie maken ook even een nickname aan. Dat is jullie playername. Jullie horen al het vrolijke muziekje als het goed is. Om een beetje in de stemming te komen. We beginnen zo meteen de quiz met een eerste vraag. En dat is een testvraag, dus die telt nog niet mee voor de punten. Maar de volgende 10 vragen, 10 à 11 vragen, die tellen wel mee voor de punten. Dus dan begint de competitie echt. En er is natuurlijk ook een prijs te winnen, want geen wedstrijd of quiz zonder prijs. Het staat hier voor me op de grond. Het is het boek Herstart en Wederopbouw. Leon van Meijl heeft ook een hoofdstuk in het boek geschreven, het stukje over Nijmegen. Dus het is ook nog gerelateerd met het programma, dus hartstikke leuk. We vertellen jullie straks hoe je de prijs in ontvangst kan nemen, maar laten we gewoon eerst beginnen met de quiz, met de eerste testvraag. Misschien moet ik nog even wachten tot er wat mensen binnenkomen. We zijn nu met z'n vijven, zo te zien. Ja, we gaan wachten. Zevenen. We gaan gewoon wachten. Ja, we dachten, we steken die quiz eigenlijk zo in dat het een inkopper wordt voor iedereen. Als Leon zijn verhaal begint met wat de wederopbouwperiode zo bijzonder maakt. En welke monumenten onze stad allemaal rijk is of welke bijzondere gebouwen. Dan is het een eitje, maar nu is het iets lastiger, denk ik. Dus dat is mooi. Kijk, er zijn toch al 12 spelers. 13. Ja, kijk, hoe minder spelers, hoe minder concurrentie. Maar we wachten toch nog even om het lekker spannend te maken. En als het goed is, hebben wij nog niet echt heel veel spoilers gegeven vanavond. Toch, Pepijn, over de quizvragen? Volgens mij hebben we nog niks prijsgegeven, dus we gaan echt jullie tenniskast testen vanavond. Jullie zijn allemaal anoniem, iedereen komt, nou, tenminste met een nickname. Ik ken sommige namen, dus ik weet wie er zitten, maar als je straks de eerste plaats of op de eerste plaats eindigt, dan geef gewoon eventjes je naam en adres door. Via onze e-mail info@architectuurcentrumnijmegen.nl. Dan weten we waar wij het boek naartoe kunnen sturen. Ik zie dat het een beetje blijft hangen op 20. Er waren net 21 spelers. We zijn nu met z'n 20'en. Oh, kijk, 21. Ik stel voor dat we beginnen, toch? Of zullen we nog even wachten, Pepijn? Nee, laten we beginnen. Ja, hij blijft hangen. Ah, prima. Kijk, nou, Ronald is er nog gezellig bijgekomen. Nou, laten we beginnen met de quiz. Oh, Suus. Even kijken. Nou, je kunt nog inloggen tot en met de eerste testvraag. Dus we kunnen gewoon met de eerste vraag beginnen. Probeer nog in te loggen en dan doe je mee voor de punten. Wie is, heb jij? Daar gaan we. Ja. Nou, jullie zien de vraag. Ja. De eerste vraag. De wederopbouwperiode omvatte in brede zin alle bouwactiviteiten tussen. En daar hebben we het zelfs volgens mij nog niet eens over gehad. Rood 1945-1950, oranje 1945-1955, blauw 1945 en 1960 of groen 1945 en 1965. Wat zou het goede antwoord zijn? Je hebt steeds ongeveer 20 seconden per vraag en we hebben één vraag met meer keuzes en daar krijg je 30 seconden voor. Kijk. Oké. Mooi, 7 mensen, of even kijken, 2 mensen hadden hem goed. We hebben even in brede zin genomen 1945-1965. Hoewel in Nijmegen al in 1956 een wederopbouwfeestje gevierd werd, was dat nog niet helemaal terecht. In de wijken werd namelijk nog druk gebouwd. Nou, laten we doorgaan naar de volgende. Dit is het scorebord, kijk, mooi. Even kijken. Daar komt het. Welke architectuurstroming was met name aan het begin van de Nijmeegse wederopbouwperiode vertegenwoordigd?
Er zijn meerdere stromingen vertegenwoordigd, maar er is één stroming die vooral aan het begin van de wederopbouwperiode vertegenwoordigd was. En is dat rood de Amsterdamse school, geel de Delftse school, blauw de Bossenschool of groen het functionalisme? Het was de Delftse school, zo te zien een moeilijke vraag, want één iemand heeft de vraag goed beantwoord. De Bossenschool komt bijvoorbeeld ook voor in de wederopbouwperiode, maar dat was eigenlijk pas later rijker vertegenwoordigd. Ik meen ook als reactie op de Delftse school, Leon, zeg ik dat goed? Ik zie Frans knikken. Ik zie Leon zuchten. Lang verhaal. Oké, we gaan door. Geen reactie. Oké, op welk gebouw uit de wederopbouwperiode vind je dit Mariabeeld terug? Nijmegen Katholiek, Mariabeeld, Stevenskerk, Stadhuis, De Waag of Petrus Canisiuskerk. De antwoorden komen binnen. Mooi. Ja, dat werd goed herkend. Dus 10 mensen hebben het goed. Het Stadhuis inderdaad op de hoek. Kun je het Mariabeeldje terugvinden. En het Stadhuis is dus ook weder opgebouwd. Je zou het bijna niet zeggen, maar het is bijna helemaal gebouwd zoals het ooit was. Heel vroeg in de wederopbouwperiode. Oké, dan gaan we door naar de volgende. In welk jaar keurde het Rijk, na een lange discussie, volgens mij een discussie met de gemeente Nijmegen, het wederopbouwplan voor het centrum van Nijmegen uiteindelijk goed? Is dat 1949, 1950, 1951 of 1952? Om het moeilijk te maken hebben we natuurlijk jaartallen gekozen die heel dicht bij elkaar liggen. Dat gebeurde inderdaad pas in 1950. Ik ben even kwijt wat de discussie was. Pepijn, weet jij daar meer over te vertellen? Volgens mij was de discussie dat Nijmegen al in 1947 goedkeuring had verleend zelf. Maar dat het nog even moest wachten op het Rijk. Maar ik kijk daar Leon aan, want hij is de expert. Nijmegen heel graag de benedenstad integraal onderdeel wilde laten zijn van het wederopbouwplan. Mm-hmm. En dat het Rijk zei van ja, maar dat is leuk en aardig, hè. Er is veel werk aan de winkel, maar dat is geen oorlogsschade, dat is gewoon verkrot. Dus het Rijk wilde dat deel uit het wederopbouwplan. Ja, oké, dus het was eigenlijk een politieke discussie. In 1950 kon men echt van start. Nel staat bovenin. Oh, Sil doet het ook goed. Misschien kunnen we dat zometeen iets langer in beeld krijgen, ik weet het niet. Het vrolijke varken bij de voormalige GKB-bank is blij met zijn munt. Wie staat er naast hem en kijkt wat minder vrolijk? Is dat nog een varken, een geit, een koe of een vis? Spannende vraag. Wat zou er naast hem staan? Ah, zo hé. Iedereen, elk antwoord 4 punten. Ja, dat was de schokken. Nog een varken is het goede antwoord. Een spaarvarkentje zonder munt is natuurlijk wat minder blij dan een spaarvarkentje met munt. Dan laat ik even de tussenstand ietsje langer in beeld. Kijk, Sil staat bovenaan. Ja, goed zo, Sil. Maar Pablo die komt gewoon dicht in de buurt. Dan wordt het gat ietsje groter, maar het ligt toch allemaal wat dicht bij elkaar. Dus er is volgens mij nog hoop voor iedereen. Dan gaan we snel door naar de volgende vraag. Hierbij zijn meerdere antwoorden goed, dus je kunt meerdere antwoorden selecteren. En welke kernwaarden van het wederopbouwplan zien we hier op deze afbeelding terug? Is dat het ideaal van een bereikbare city, historische bouwwerken als identiteitsdragers van de stad, moderne winkeltypologieën in winkelstad Nijmegen, een pandsgewijze opbouw met een rijk palet aan materialen? Nogmaals, meerdere antwoorden zijn goed, dus dat. Meer ga ik er niet over zeggen. Het was allemaal goed. En er is even kijken, wie heeft het dan goed? Hoe kunnen we dat zien? Kunnen we dat hier zien? Ja, ik kan het niet hier zien. Nee. We gaan het zien in de score. Ja, er vielen dus veel punten te verdienen. En KGK, wie dat ook mag zijn, die staat bovenaan. Ja, die is ineens opgekropen vanuit het niet. Ja. Mooi. Nou, oké, volgende vraag. Aan welke slogan dankt Plein 44 zijn bestaansrecht? Is dat eendracht maakt macht, form follows function, ruimbaan voor de auto of die nooit Zeit ist da?
Allemaal slogans die van toepassing zijn op de wederopbouwperiode, maar één in het bijzonder op plein 44. Ja, dat werd natuurlijk goed gezien. De auto kreeg ruim baan in de stad in die tijd, dus dat was eigenlijk een hele transitie van het straatbeeld. Straten werden verbreed en de stad of de auto kon doorrijden tot midden in het stadshart, zelfs tot op de markt. En het plein was gemaakt om onder meer auto's parkeergelegenheid te geven. Daar plukken we nu nog de vruchten van, zullen we maar zeggen. Mobiliteitstransitie. Volgende vraag. Wat is dat? Kijken, KGK staat nog steeds bovenaan. Hij heeft ook een logootje gekregen, een vlammetje. Ik denk dat hij on fire is, dat betekent. Kijken of hij naar deze vraag nog on fire is. Hoeveel meter hoger werd de Stevenstoren herbouwd? Is dat 1 meter hoger? Is dat 3 meter hoger? 5 meter hoger? Of 6 meter hoger? Ja, het lukt bijna iedereen om een antwoord te geven. En het goede antwoord is 3 meter hoger. En dat lag volgens mij, dat was herbouwd naar oorspronkelijke tekening, als ik het goed herinner, toch? Ja, klopt. Ik meen net een tekening uit de 19e eeuw, waardoor men eigenlijk wist dat hij iets hoger was, of het silhouet iets hoger heeft gemaakt en een betonconstructie aan de binnenkant van de toren heeft aangebracht. Even kijken, wat doet dit met de stand? Niet zoveel, dus dat gaat redelijk stabiel. KGK, Saar 2 op 2 en Max op 3. Volgende vraag. Welk project werd vanwege protesten tegen het verlies van de schilderachtige aanblik van de stad maar deels uitgevoerd? Is dat het groene balkon, de sterflats op de Nijmeegse stuwwal, plein 44 of het Centraal Station in Nijmegen? Dus de schilderachtige aanblik, het plaatje geeft al een hint van Nijmegen, werd door dit toch wel rigoureuze project dat al tijdens de oorlog ontwikkeld is, verstoord. Dat is het groene balkon. Drie mensen hebben dat goed. De sterflats op de Nijmeegse stuwwal hadden zeker ook het aanbeeld wellicht wat minder goed gedaan. Daar zijn er 2 van de 5 uiteindelijk gebouwd. Maar het groene balkon is het juiste antwoord. En KGK had dat goed en blijft nog steviger aan kop. Ik vraag me af of KGK iets met de wederopbouwkaart te maken heeft, maar dat... We gaan even snel door naar de volgende vraag. Deze tunnel ontworpen door Sybold van Ravenstein moest Nijmegen-West uit zijn isolement halen. Hoe heet deze tunnel? Is dat de stationstunnel, de Nijmegen-West-tunnel, de Sybold van Ravenstein-tunnel of heeft deze tunnel helemaal geen naam? Snel Google Maps aanzetten. Deze tunnel heeft inderdaad geen naam. De weg die eronder doorloopt heet wel de tunnelweg, maar de tunnel zelf heeft nooit een naam gekregen. Dus dit was een klein beetje een instinkertje. Sorry daarvoor, we gaan door naar de laatste vraag. En nog even naar de tussenstand kijken. KGK gaat aan kop. Ja, had wederom een goed antwoord. Oké, volgende vraag. Laatste vraag. Bij welk gebouw hoort het kunstwerk Spelende Kinderen van kunstenaar P. Schoenmakers? Is dat het verzorgingshuis Huizen Doddendaal, de Petrus Canisiuskerk, de Sterflats of de Technische School de Kronenburg? En op de plaats zie je eigenlijk dus inderdaad spelende kinderen met een hond, een heel mooi mozaïek aangebracht als gebouwgebonden kunst. In die tijd heel gebruikelijk. Dat zouden ze meer moeten doen, zou je eigenlijk willen zeggen. De Sterflats, inderdaad. 6 mensen hadden het goede antwoord. En dat was meteen de laatste vraag. Nou, het kon eigenlijk bijna niet meer misgaan. Het podium. Op nummer 3, Nel, gefeliciteerd. Je krijgt sowieso een kaartcadeau. Op nummer 2, Saar 2. En op nummer 1, met vlag en wimpel, 10.000 punten, KGK. Oké, hartstikke bedankt voor het meespelen. En meld je vooral eventjes dus met je adres. Oh, sorry, via het infoadres bij ons. Dan kunnen we je het boek van Leon onder andere toesturen. En daarbij natuurlijk ook een mooie wederopbouwkaart. Volgens mij is het einde van ons intermezzo. Ja, dankjewel voor jullie deelname. Wij gaan door naar het gesprek met Frans en Leon. Yes.
Oh ja, ik wil nog even aan het thuispubliek vermelden dat jullie vragen kunnen indienen via de YouTube-chat. Dus doe dat vooral. Ik heb hier naast mijn tablet liggen. Ik zal zo even kijken of er al wat vragen binnen zijn. Mochten er vragen opduiken tijdens het gesprek, dan stel ze gerust. Misschien om even te beginnen, als inkomend. Hadden jullie zelf veel vragen goed kunnen hebben in de quiz? Een aantal wist ik, maar ook niet allemaal. Ja. Frans, de echt Nijmeegse moest ik toch afhaken. Ja, is toch wat te lokaal. Dat is heel lokaal. Ja, ja. Ja, ja. Wel leuk hoor. Ja. Ja. Ken je stad? Even kijken. We gaan het vandaag ook hebben over de waarde van de wederopbouwarchitectuur, maar ook over de steen en de tijdgeest waarover al gesproken is. Ik denk ook even terug aan jullie twee presentaties. Leon, jij hebt een project laten zien waarbij dus eigenlijk op een conceptuele manier wat omgegaan met wederopbouw. Frans, jij zat toch meer, het waterbouwconcept zit toch veel dichter op het voortbouwen op wat er al is. Misschien om jullie op elkaars verhaal te laten reageren, hoe zien jullie deze twee stromingen? Is dat iets wat samen kan gaan als we naar wederopbouw kijken? Of is dat iets, wanneer kies je voor het ene of ik kies voor het andere? Misschien is dat wel wat ik met mijn vraag bedoel. Zal ik beginnen? Ja. Ja, ik denk dat zeg maar, dat idee van waterbouwen, dat lijkt me interessant en ik kan me ook heel goed voorstellen dat zeg maar, een manier is om een krankzinnig belangrijke opgave die daar ligt, om de architecturen uit de verschillende tijdvakken beter met elkaar te verknopen, maar ook de ruimtelijke elementen die daarbij horen, hè, dus de voorpleinen aan de stadskant, ik bijna dat interne plein aan het perron en ook het toekomstige plein aan de westkant. Zeg maar, hoe betrek je dat op elkaar en hoe zorg je dat daar een soort van nieuwe logica ontstaat? Daar kan ik me heel goed bij voorstellen dat beginsel van waterbouwen, dat daar een goed vertrekpunt erbij kan zijn. De vraag die ik er wel bij heb is, het station is zeg maar, ja, per definitie een super dynamische omgeving. Dat hebben we hier ook wel gemerkt, hè, want vooral die buitenruimte die is 10 keer op de schop gegaan omdat verkeersstromen heel erg veranderen. Het begon met koetsen en trams en trolleybussen, bussen en inmiddels zijn het vooral voetgangers en fietsers. Die hele logistiek en die routings en daardoor ook de inrichting van die buitenruimte, die is natuurlijk al 80 keer veranderd. En die gaat nu weer veranderen, omdat er natuurlijk ook nu een westelijke entree komt. En dat roept bij mij wel ook de vraag op, is van in hoeverre die veranderende logistiek en verkeersstromen effect hebben op zeg maar, die architectuur die er nog is of zo. Hè? Van, voldoet die ook nog gewoon steeds, hè? Want ik denk dat het station nu weer een keer opnieuw helemaal van karakter gaat veranderen. En in hoeverre heeft zeg maar, die bestaande architectuur daar zeg maar, nog betekenis in en kan die betekenis houden? Ja, dat is de vraag. Inderdaad, dat is een hele, hele, hele goeie. Daar hebben we ook steeds discussies over gehad. Hè? In feite ligt dat station om een plein heen. Terwijl je ziet dat het model van veel stations steeds meer gaat lijken op een shoppingmall. Hè? Dus in de compleet andere richting. Dat je een route hebt en die route wordt begeleid door winkels en faciliteiten hè, die de reiziger moet dienen. Dus in feite is het schema van dit station in zekere zin staat haaks op hè, wat de commerciële gemaksversie is van een station. Maar ik toch even terug op waterbouwen, voordat we daar een beetje te eng over doen. Ik vind het een fijn manier om uit te leggen dat in Nederland vaak de polarisatie heel sterk is geweest. Met name in die wederopbouwperiode hadden we de beroemde discussies tussen de Delftse school en de functionalisten of de moderne. Die is heel erg gepolariseerd. Of je bent traditionalist en je doet historiserend werk, of je doet het allemaal helemaal anders en het is een nieuwe tijd en alles wat daarvoor was, heeft minder waarde. Terwijl er in die andere landen om ons heen veel meer een soort van middenweg ingevonden is
in dat soort situaties. En waarom ik bij dit station eigenlijk het verhaal zo mooi vind, is dat die architectuur is heel uitgesproken. Die heeft heel veel zeggingskracht. En die heeft absoluut nog steeds waarde. En ik ben ervan overtuigd, daar kan je op voortbouwen. En tegelijkertijd dienend zijn aan die nieuwe dynamiek, of die dynamiek die daar geldt. Dus je zegt eigenlijk, dat noemde je net, het versterken van het ritme, hè? met Van Ravenstein. Dus dat vieren van dat ritme, dat is eigenlijk wat je doet. Ja. En daarmee zorg je voor een min of meer vanzelfsprekende symbiose tussen die drie stationsdelen. Dus het een gaat heel vanzelfsprekend ritmisch in het andere over. Ja. Dat is hoe je die delen eigenlijk probeert aan elkaar te verbinden. En de oriëntatie van de bezoeker ook wel dan in de goede richting probeert te versterken, zeg maar. Richting namelijk de perrons en zometeen de stationstunnel. Maar ja, dat is nu misschien wel de vraag van is dat dan een vernieuwing, zeg maar, in ons denken? Dus we hadden het in een voorgesprek over het schisma, eigenlijk dat architecten traditiegetrouw proberen te maken tussen dat wat bestaand is eigenlijk, de bestaande bouw, en een nieuw deel. Dat moet er altijd heel soort van expliciet en modern dan wel anders gematerialiseerd uitzien. En is dit wat jullie nu voorstellen eigenlijk dus een breuk met die opvatting? Ja, breuk, zo zou ik het niet aanzetten, maar bij ProRail en dat soort partijen geldt natuurlijk heel erg van functie is heel bepalend, budget is heel bepalend. Er moet een probleem opgelost worden. Mm-hmm. En dan kan je heel snel voorbij gaan dat er een subtiel culturele situatie is. Een architectuur die een bepaalde taal heeft ingezet, een bepaald verhaal heeft ingezet. En dat hoeft helemaal niet in tegenspraak met elkaar te zijn. Maar je kunt hem wel heel makkelijk overslaan en zeggen van het is allemaal modern en het moet allemaal hard glas en staal zijn. Ja, ik bedoel, dit station heeft alle aanleiding om het met steenachtige materialen te doen, robuust en tijdlozer. Want we hebben nu twee keer een luifel gehad en een hal die compleet uit de tijd waren na 10 jaar. Dus vandaar dat ik veel ambitie probeer te stoppen in deze komende verbouwing. Want de laatste twee zijn zo jammer. Ja. Ik zie hier ook een vraag van een kijker. Mm-hmm. Dat hak ik hier ook wel mee samen. Hij vroeg van, is de opsplitsing van de ontwerpopgave van het station geen bedreiging voor de samenhang? Dus hoe zorg je, want ja, je hebt de twee tijdlijnen aan elkaar getrokken, die... Ja, probeert de elementen uit te pakken om dat weer bij elkaar te brengen. Zit er niet ook een gevaar in? Hoe zie je dat? Ja, er wordt gesuggereerd van jij zou één keer de beste architect ter wereld moeten vragen en die moet alles doen. Dat is ook niet van deze tijd. In deze tijd geldt ook dat je dus juist opgaves, dat die verknipt raken. Ook omdat het over een periode van 10 jaar gaat en het ook heel verschillende zaken zijn. We hebben gezegd, de westkant is een hele landschappelijke opgave. Dus je moet eigenlijk een architect in combinatie met een landschapper vragen. En dat daar een geweldige dialoog tussen zit. Nou, dat is Winhof en Delva geworden. Daar zijn we heel erg blij mee. Dat zijn twee zeer uitgesproken goede kandidaten, denk ik, voor die opgave. Aan de voorzijde zal het meer een architect moeten zijn die... met die restauratiearchitect. Hè? Dat is die nieuwe generatie die ik... Of niet nieuw, maar een generatie die heel erg met de restauratieve aanpak iets heeft, zonder historiserend te zijn. Dat zeg ik altijd heel expliciet bij. Want het is niet zo van dat het alleen maar restauratie is. Het is juist de dialoog. Dat is de rationalisten, worden die genoemd? Zullen we maar even, dat is een van de exponenten. Ja, ja. We hadden dit jaar ook Happel Cornelissen Verhoeven te gast, Nienke Happel. Die had dus ook een presentatie gegeven over jouw voorbeeld wat dit betreft. Een vraag van ons publiek was ook, krijgt dit station aan de voorkant juist met zo'n relatief bescheiden laag entreepaviljoen niet een wat te terughoudende, zeg maar...
te terughoudend voorkomen of te weinig allure? Dat was eigenlijk een vraag die gesteld werd. Van, moeten we niet meer uitpakken, hè, zoals de stations dat tegenwoordig doen? Mm-hmm. Rotterdam of Arnhem maar even als voorbeeld nemen. Wat denk je daarvan? Nou, uitpakken zoals Arnhem en Rotterdam zou ik niet doen. Maar uitpakken zou ik wel doen. Daarom hebben wij natuurlijk ook een versie getekend die over... hoger wordt dan Van Ravenstein, maar wel dat je hem er goed doorheen ziet. Mm-hmm. Aan de ene kant dienend en bescheiden naar het verhaal wat er staat, maar aan de andere kant moet het ook dezelfde allure juist hebben. Mm-hmm. Dus allure vind ik wel een mooi woord, want dat past ook wel echt bij de monumentaliteit van Van Ravenstein. Ja. En monumentaal bouwen is iets wat we weinig zien, hè, maar... En monumentaliteit, wat is dat in deze tijd? Dat vind ik een hele goede vraag bij dit station. Ja. En allure zeker. Ja. Bemiddelt het station straks juist ook wat jou betreft tussen die, laten we zeggen, uitgesproken gevels van de omringende gebouwen, Doornroosje met de zwanen, de Nimbus. Is er een soort van, moet dat, laten we zeggen, bijna absorberen? Ja, dat is een hele moeilijke vraag, want... Er wordt nogal wat gebouwd, hè? Ook met de zwanen daartegenover. Het is een ongelooflijk hoog gebouw. Dus waar voorheen natuurlijk de campanilie van het station, hè, de trotse accent was, wordt die in schaal best klein. We hebben eigenlijk groen en groen in de stad ingezet als een soort filter tussen het station en de gebouwen eromheen. Om toch een soort van schaalfilter te maken. Daar ben ik vandaag niet op ingegaan omdat het echt over wederopbouwarchitectuur ging. Maar de inrichting van het stationsplein wordt natuurlijk waanzinnig belangrijk. Want daar moet je die knoop oplossen met al het verkeer en zo. Ja. Ik zie hier ook een vraag en die gaat van... Of je ook op een bepaalde manier met waterbouw materialen kan verbinden. Want je sprak over ritmes, maar kun je ook bijvoorbeeld materialisaties samenvoegen door... Heel mooie vraag. Ik heb dat ene plaatje even laten zien waarbij Van Ravenstein met bijna dezelfde metselsteen aansluit op Peters. Hè. Dat is natuurlijk een hele bewuste keuze geweest om daar de hand te reiken. Terwijl de stijlen, dat zit meer in het natuursteen en het beton aan beide kanten. Dus er zou een soort verbindend materiaal kunnen zijn en er zou een contrasterend materiaal kunnen zijn. En daarmee maak je eigenlijk, denk ik... Ga je die taal verrijken. Ja. Dan misschien, dat is een bruggetje naar Leon, denk ik, Jeruzalem. Daar verrijk je wellicht ook de taal van de wederopbouwarchitectuur, zoals die nu in vorm eigenlijk gekopieerd wordt. Ik stond eerlijk gezegd paf toen ik het zag voor de eerste keer, het voorstel dat onder andere dus Stalus deed om die woningen op die manier gewoon één op één na te bouwen in dezelfde schaal en met dezelfde uitstraling. Op welke manier ben je dan bezig om misschien ook juist in die geest van de wederopbouw iets echt vernieuwends te doen en dat ook uit te stralen? Maar je hebt dat eigenlijk redelijk goed verdedigd. Dus in welke zin speelt het materiaal op dit moment dan denk je een rol om daar echt ook uitdrukking aan te geven? Ja, ik vind één op één een kopie, dat doet het tekort, want dat is het geen zins. Het is op heel veel manieren anders. Het is sowieso groter gemaakt. Het heeft een andere hoofdvorm. En ik denk alleen dat in het gevelbeeld gezocht is naar een soort van referentie, een soort van knipoog naar wat er stond. Want wat er natuurlijk ook gewoon nog speelt is dat eigenlijk wordt nu de helft van dat buurtje wordt gesloopt en nieuw gebouwd. Maar de andere helft, de bejaarde woningen en de portiekflats die daar ook nog staan, en die ook gewoon echt die airy uitstraling zullen blijven houden, die blijven daar gewoon staan, want die worden verkocht. En dat wordt particulier bezit. Dus dan moet ook een soort van een samenhang blijven in het beeld van dat buurtje als geheel. Dus dat rechtvaardigt het denk ik ook wel om... een soort van sfeer en een beeld op te roepen wat enigszins lijkt op wat er stond. Maar tegelijkertijd is het beeld wat er nu staat, komt ook één op één juist voort uit het nieuw toegepaste systeem.
En dat maakt het ook alweer eigentijds. En dat nieuwe systeem, daar zit ook in dat het, zeg maar, dat het het mogelijk maakt om er een aardgasvrije woning van te maken. Dus het is heel veel meer dan een soort van kopie. Ja. Van wat er was. Ja, ja, zeker. Dus dat heb je ook goed, volgens mij, is uitstekend is laten zien. Hè. Er zit heel veel gelaagdheid in de keuzes. Eigenlijk elke keuze is goed verantwoord. Ja. Maar het had er ook heel anders uit kunnen precies, zien. Precies, het uiteindelijke beeld dat het oproept is natuurlijk wel heel erg gelijkend op. Ja. En dat roept dan wel de vraag op van, doe je daarmee juist niet die geest van die tijd tekort? Of had je daar verder in moeten gaan? Of is dit wat jou betreft dus wel het perfecte antwoord? Ja. Nou ja, perfecte antwoord weet ik niet. Kijk, ik had het straks over nagelen. En daar heb ik ook wel eens van gezegd, van als je daar iets doet, zet er dan ook bij voorkeur weer een stel jonge honden op. En laat ze gewoon helemaal losgaan en iets heel nieuws bedenken. Mm-hmm. Want het was toen een proeftuin, maak daar nu weer een proeftuin van. Hier speelde mee dat en bewoners toch ook verknocht waren aan... aan dat typische eigen beeld van die wijk en dat graag terug wilde zien. Waar zat dat in, die verknochtheid? Nou toch, ja, het is zoiets eigens en zo anders dan alles wat daar omheen staat. Ja, dat mensen zich daar dan ook blijkbaar mee gaan vereenzelvigen. En denken van de identiteit van de mensen die daar woonden. Of? Ja, maar er zullen ongetwijfeld ook best veel mensen zijn die... die het lelijk vonden en nu nog steeds lelijk vinden. En er zullen ook huurders zijn die gaan weg. Er zijn huurders die komen terug. Ik heb ook al gehoord van huurders die, zeg maar, al verkast zijn, maar die nu de nieuwe situatie zien en dat toch eigenlijk een beetje van balen dat ze die stap hebben gezet en liefst terug. Want zeg maar, die, nogmaals, ook die sociale cohesie die daar is, die is natuurlijk superbelangrijk voor heel veel mensen. En ja, ik denk ook dat dat bestendigd wordt in het... In dat complexmatige beeld van dat buurtje. En wat ook anders is nogmaals dan de hele omgeving. Dus het is fantastisch als je daar woont. En iemand moet naar je toe komen en je zegt van ja, ik woon in dat buurtje. Met die lichte betonnen gevels en die platte daken. En het heet niet voor niks Jeruzalem. Hè? Dat is toch, toen kwam die naam op omdat het een soort van Oosterse associatie, zeg maar, had. Ja, en daar raken mensen aan verknocht. Ja. Verknocht zijn mensen natuurlijk ook aan ons stationsgebied. Tenminste, heel betrokken in ieder geval. Nu zien we dat eigenlijk het erfgoed uit die wederopbouwperiode, met name zeg maar het vervoer vanuit de stad, makkelijk eruit en er ook weer in kunnen, nog steeds een rol speelt bij die hele mobiliteitsknoop. En met name het busvervoer eist heel veel ruimte op in de routing. En ook in zeg maar het podium, het stationsplein. Dus doen we het nu goed als we kijken naar dat stationsgebied door zoveel ruimte voor die bus in te ruimen voor voetgangers en fietsers? Of is dat iets, die erfenis uit die wederopbouw, waar we nu misschien mee af moeten rekenen? Of waarvan je denkt dat het over 10 jaar wellicht al gedateerd is? Deze vraag heb ik speciaal voor jou bewaard, Frans. En misschien nog daaraan toevoegen, een vraag ook vanuit het publiek is, heel kort gesteld, is de fietsschoot een aanwinst? Wat raakt hier aan? Ja, dit is een heel ander onderwerp eigenlijk, maar ik vind het toch wel mooi dat met de nieuwe intrede van de elektrische bus, dat die toch echt weer in de stad hoort en is. Er is een discussie over waar moeten ze opladen. Hè? Moet dat allemaal aan het station of moeten ze allemaal bufferen langs die Hustingsstraat? Dat zijn goede vragen, dat niet. Maar dat je dus, dat de bussen en met name de fiets, want de meeste mensen komen met de fiets, hè, er komen straks 7000 fietsers onder, dat die toch een essentie zijn van het stationsplein en dat het ook zichtbaar is. Dat vind ik toch wel goed. Ja. Dat hoort gewoon bij de opgave. Die komen nu onder het maaiveld, toch? Dus die komen onder het stationsplein. Ja, precies. Die komen die op de gelijke hoogte en ja. Die komen in een soort
gracht wordt het genoemd eigenlijk, een vrij brede gracht. Sommigen zeggen dat is een goot, dat is ook een plek waar je misschien wel liever niet wil zijn. Overdekte fietstunneltjes, dat zijn geen populaire plekken in een stad. Ja. Hoe kijk je daar tegenaan of kun je daar iets over zeggen? Ja, dat is een hele, dus een stedenbouwkundige opgave van het moeilijkste hoogste niveau, want er zijn natuurlijk heel veel slechte situaties. Het wordt fietsgoot genoemd, het wordt fietsgracht genoemd. En we hebben het de fietsvallei genoemd. Dus om het daarmee met stadsgroen en misschien wel een eco-traverse ervan te maken. Wat denk ik essentieel is in het werken van die verlaagde fietsroute, zou ik maar even zeggen. Er komen er ontzettend veel mensen langs, hè, want hij zit verbonden aan de snelbinder. Een van de drukste fietsroutes van Gelderland. Maar is dat verlaagde maaiveld echt als maaiveld aanvoelt en niet als een kelderverdieping. En dat zal afhangen van hoe de beide gevels of taluds van dat gebied bij het station geldt. Nou, één kant is helemaal gevel van de fietsenstalling en de andere is de onderverdieping, hè? Nu nog de kelder van met de zwanen als die gebouwd wordt. Ja, dat is de grote wens, is dat Met de Zwanen op dat niveau, op niveau van die verlaagde fietsroute, een ingang krijgt, publieksfuncties, toegangen. En dan kan die wel goed worden. Ja, en, ja, Leon. Ja, ik heb in het verlengde ook nog wel een vraag. Maar haaks erop eigenlijk, op die fietsroute haaks erop, staat zeg maar eigenlijk vooral de langzaam of de voetgangersroute. En de spoordijk is eigenlijk, zolang als dat station daar ligt, is die spoordijk altijd een soort van barrière geweest tussen Nijmegen-West en zeg maar, de binnenstad of de rest van de stad. Er is dan in de jaren 60 die spoortunnel voor gekomen, maar dat is toch een beetje een soort van, zeker voor langzaam verkeer, een beetje een naargeestige verbinding. En ik vroeg me af of zeg maar, die doorsteek of die traverse die nu gemaakt wordt zeg maar, van het voorplein naar het nieuwe voorplein aan de westkant, of dat ook echt zeg maar, een publiek toegankelijke route wordt die de stad daarmee verrijkt. Dus met andere woorden, wordt het de versie Tilburg met poortjes aan de flanken, of wordt het de versie Rotterdam met de poortjes op de koppen? En dat je er dus veel moeilijker of niet doorheen kunt. Is daar al iets over bekend? Ja, dat is zeker bekend. Het wordt de Rotterdamse versie. Dus je kunt alleen door het station heen als je incheckt en weer uitcheckt aan de andere kant. Dat is een gegeven van dit station en daar heb je als architect totaal geen invloed op. Overigens, overzeepoortjes kennen we nu 10 jaar, 15 jaar. Het kan heel goed zijn dat we over 15 jaar dat ze weer weg zijn. Hè? Ja. Dat is natuurlijk ook de techniek van nu en straks doen we het met iris-scan. Dus ik kan me er ook druk om maken en toch weer niet. Ja. Okay. Als we er ons toch een beetje druk over maken. Want wij profileren ons als Nijmegen natuurlijk, zoals veel steden misschien wel, ook maar als een open stad. En ook een ongedeelde stad, zoveel mogelijk. Die poortjes zijn impliciet natuurlijk ook niet alleen een symbool voor uitsluiting, maar ook daadwerkelijk uitsluiting voor bepaalde sociale onderklassen. Die dus niet meer gewoon vrijelijk van oost naar west kunnen, zoals eigenlijk de bedoeling is met het hele plan. Waarom is er niets aan te doen? Ja, ik weet niet of ik die vraag kan beantwoorden, maar terwijl je de vraag stelt, denk ik van, jullie moeten Van Ravenstein omarmen, want Van Ravenstein is dus niet het molmodel waarbij je een poort hebt en een scanapparaat en dat je dan pas kan gaan winkelen in een station, het molmodel. Nee, Van Ravenstein zegt, ik sta hier voor de openbare ruimte en dat stationsplein, dat is een fantastische plek. Voor heel Nijmegen, heel inclusief. En juist in die flanken zijn ook kansen eigenlijk om functies te plaatsen in die mooie kaders van Ravenstein, die dus juist voor iedereen zijn. Ja. Want is dit ook aansluitend op de presentatie van Leon, als we dan kijken naar de geest van de tijd, of er zitten ook een aantal lessen uit de wederopbouw die je kunt trekken, bijvoorbeeld. Misschien niet meer van nu, maar toen was het inderdaad ruim aan voor de auto, maar er zat ook een groot geloof in de toekomst in. En je zegt nu ook dat bij het Ravenstein-ontwerp dat er gewoon heel erg ook ruimte was voor die openheid. Is dat misschien iets, als we dan toch hebben over de geest van de wederopbouw,
iets wat we op stationsgebied kunnen betrekken? Ja. Is dat een les die we kunnen trekken uit Van Ravenstein? Ik ken alleen maar dat natuurlijk in de wederopbouwperiode die auto was de toekomst en het nieuwige. En dat kreeg alle ruimte. En we zijn natuurlijk nu bezig met de voetganger en de fietser enorm te bedienen. De fietser wordt enorm verwend in het station. Het wordt echt fantastisch om met de fiets aan te komen. En dan kom je centraal boven in de hal. Het wordt een ruimtelijk spektakel. Dus daar geloof ik heel erg in. Maar ook het verblijfsklimaat voor het station. Ik heb natuurlijk allemaal al ideeën hoe dat eruit gaat zien als de Vierdaagse straks in het Alphen stationsplein gaat plaatsvinden. Ja. Dus rembaan niet voor de auto. Voor de auto. Voor het vervoer van de toekomst. Nee. Ja. Nee, maar dat is sowieso natuurlijk in de afgelopen decennia continu gewijzigd. Hè? Van, het was ooit de auto en daarvoor was het de tram. En het was ooit de trolleybus en nu is het vooral de fiets. Maar ik denk wat jij bedoelt is en wat ook goed zou zijn, is dat je krijgt eigenlijk met Van Ravenstein een soort van een cadeautje. Wat misschien niet helemaal past bij dat mall-idee van wat nu op veel plekken een station is. Maar tegelijkertijd is er maar die enorme voorruimte, dat is een soort van kwaliteit. Die krijg je als een cadeautje in de schoot geworpen. En ik denk ook dat het de kracht zou moeten zijn om die kwaliteit te benutten en opnieuw in te zetten voor alles wat je daar nu wil. En dat je niet heel krampachtig van iets wat geen mall is, per se een mall zou moeten maken zoals het op andere plekken gebeurt. Dus zeg maar, ja, dat je die kwaliteit die er is, dat je die omarmt, bijna letterlijk in dit geval, dat is een goede zaak. En tegelijkertijd ja, is altijd de kunst dat je daar waar het knelt, en dat weten wij met z'n allen natuurlijk ook, hè, dat het op heel veel plekken daar nu ook ongelooflijk knelt, en dat zit hem vooral ook in de logistiek en allerlei routings en zo, is dat je die knelpunten tegelijkertijd zoveel mogelijk probeert op te lossen. Dus als je die twee dingen met elkaar weet, hè, tot een symbiose te brengen, hè, dat je de kwaliteiten versterkt en die knelpunten tegelijkertijd oplost, ja, dan krijgen wij een fantastisch nieuw station. Ja, ja. Mooi gesproken, dus terugkijken en vooruitkijken tegelijkertijd eigenlijk. Hè? Ja, maar met erfgoed omgaan is nooit alleen maar terugkijken. Ja. Dat zou, want dan zet je er een stolp over en dan, ja, als dat ergens niet kan, dan is het wel bij een station. En dus architectuurmakers nooit alleen maar vooruitkijken. Ja. Oké, okay, dit lijkt me wel ja, hartstikke mooi. Zitten we samen op één bank, zijn het roer met elkaar eens over het algemeen. Ik denk dat we zitten op 9:30, iets over half. Dus we gaan ook richting afronding, maar natuurlijk niet voordat we onze wederopbouwkaart van Nijmegen aan jullie gepresenteerd hebben. En dan met jullie bedoel ik met name de mensen thuis. Ik zal daar iets meer over vertellen. We hebben dus naar aanleiding van 75 jaar bevrijding. Heeft het architectuurcentrum het bewustzijn over deze periode, deze bijzondere periode waar we het vanavond over hebben, willen vergroten en ook bij willen dragen aan de liefde voor wederopbouw, architectuur, eigenlijk opgepakt en een wederopbouwkaart gemaakt. Bekend maakt immers bemind. We hebben dat gedaan met een klein team van mensen. De tekst en de research die komen van Marjolein Kaarsenmaker. De fotografie is gedaan door Thea van de Heuvel Fotografie. En als kaartsponsor hebben we de ECG groep bereid gevonden om een extra duit in het zakje te doen, omdat zo'n kaart ontzettend bewerkelijk bleek. Dus daar zijn we heel erg dankbaar voor. En het ontwerp en de illustratie van deze kaart is gemaakt door Studio Another Day. Eigenlijk, bijna. Niek en Jorik, die zouden er vandaag bij zijn, waren het niet dat zij griepklachten hadden en besloten toch maar thuis te blijven en een filmpje in te sturen. Dus dat filmpje laten we nu even zien. Hallo allemaal, ik ben Niek van Studio Another Day en wij hebben van het Architectuurcentrum Nijmegen de opdracht gekregen om deze mooie kaart voor de wederopbouwarchitectuur van Nijmegen te ontwerpen. En ik neem jullie graag even mee in hoe deze kaart, het ontwerp van deze kaart tot stand is gekomen. Nou, allereerst hebben we gekeken naar wat voor een kleurenpalet we eigenlijk willen gebruiken in deze kaart. We zijn begonnen met een hele fel
oranje kleur, zoals je hier ook kunt zien. En deze kleur komt eigenlijk vanuit het gevoel van nationale trots. De wederopbouw is natuurlijk een periode geweest na de oorlog, waar dat gevoel van nationale trots heel erg aanwezig is. Dus daarom hebben we die kleur eigenlijk als basis genomen. Daarnaast zijn we gegaan voor een groen-blauwe kleur. En in combinatie met de oranje kleur vinden we dat die heel erg het tijdsgeest van die tijd weergeeft. Dus eigenlijk de tijd van de wederopbouw in een modern jasje. We hebben gekozen voor een hele statige letter. Een statige letter die net eigenlijk als de gebouwen die gebouwd zijn in de wederopbouwperiode, die statig herrijzen eigenlijk uit het puin, uit de as van de kapotgemaakte gebouwen. En deze letter die verbeeldt dat gewoon heel erg mooi. Daarnaast hebben we gewerkt eigenlijk met twee grids. Je kunt zien, alles is heel netjes op een grid geplaatst. En onder dat grid ligt nog een tweede grid. En daarmee willen we eigenlijk laten zien dat de gebouwen zijn gebouwd eigenlijk op de fundamenten van de eerder platgebombardeerde gebouwen. Daarnaast hebben we ook illustraties toegevoegd aan de kaart. Zoals je op de achterkant kunt zien. En deze illustraties die geven eigenlijk een soort van wiskundige benadering van de gebouwen. In die illustraties zie je heel goed de architectonische lijnen die in de gebouwen zitten. Heel erg de ontwerpkeuzes die in die gebouwen zijn gemaakt. Dus vandaar dat die illustraties ook een heel mooi beeld geven van die wederopbouwarchitectuur. Ook in de fotografie die is gemaakt van alle gebouwen, hebben we eigenlijk gewerkt met kleurvlakken. Die kleurvlakken die benadrukken de gebouwen waar het over gaat heel erg. Dus echt puur die gebouwen waar het om de wederopbouwarchitectuur gaat. Zodat daar ook echt een focus op ligt. Het gaat om die gebouwen. Alles bij elkaar is het een hele mooie kaart geworden die echt die tijd weergeeft, maar dan in een modern jasje. Het is een hele toffe opdracht geweest om aan te werken. En we zijn zeer tevreden met het eindresultaat. Dankjewel, Niek. Heel mooi. Deze kaart wil je ongetwijfeld hebben. Hij is vanaf morgen te koop bij Dekker van de Vecht voor het bescheiden prijsje van €5. En ook bij ons via de website. Als je hem nu gratis wilt hebben, dan stuur je een mailtje voor morgen 5 uur naar info@architectuurcentrumnijmegen.nl. En dan leggen wij een gratis kaart voor je klaar. Volgens mij zijn we bijna aan het eind gekomen van dit programma. Dave, wil jij nog afsluiten? Ik denk dat ik dat dan in deze camera even doe. We hebben nog geen volgend programma om aan te kondigen, maar dat volgt binnenkort. Dus hou de nieuwsbrief van het Architectuurcentrum in de gaten. Er is wel een artikel verschenen van onze stadsredactie Hoogdiep. Dat is terug te lezen op de website van het Architectuurcentrum. Dit is een artikel over de wijk Jeruzalem, geschreven door Fabian de Bond. Een heel uitgebreid artikel, worden allerlei mensen geïnterviewd, waaronder ook Leon van Meijl. Hartstikke leuk, levendig artikel om terug te lezen. Dus mocht je ook meer willen weten en een beetje de karakter willen voelen van die wijk, lees het artikel vooral. Rest mij nog om Frans Siekeler en Leon van Meijl hartelijk te bedanken voor een bijdrage in dit programma. En jullie natuurlijk als kijkers thuis ook hartelijk dank voor jullie aandacht. Ik zag net al in de chat dat er wat problemen waren met de quiz en wat vertraging. Excuses daarvoor, maar we nemen het ter harte als feedback. En ja, we hopen jullie van harte te verwelkomen bij een volgend programma van het Architectuurcentrum Nijmegen. Dank jullie wel.